Joey Slegers, welkom bij ADO Den Haag. Ben je blij om hier te zijn? Ja, zeker ben ik blij om hier te zijn. ADO is een grote club, grote stad. En ik ben blij om voor deze club te mogen spelen. Nou, er waren meerdere clubs geïnteresseerd voor jou. Waarom heb je dan toch voor ADO Den Haag gekozen? Gevoelskwestie. Goede gesprekken gehad, ook met de dik advocaat. En uiteindelijk op gevoel gekozen en heb ik deze keuze gemaakt. Wat zei de trainer tegen jou in die gesprekken die je met hem had? Dat hij stappen wil maken met ADO, dat hij me er graag bij wil hebben. Om die stappen te kunnen maken. En dat hij een belangrijke kracht aan mij ziet om dat doel te bereiken. Ja, vorig jaar heb je dan een paar keer tegen ADO Den Haag gespeeld. Wat voor indruk maakte deze club toen op jou? Ja, een hele goede indruk. Vooral die wedstrijden in de play-offs natuurlijk toen we hier kwamen. Ja, dan zie je dan eens volle bak en dan zie je wat voor club ADO is en wat voor supporters ze hebben. Dus dat maak je wel mee. Wat hoop je toe te voegen aan deze ploeg? Sowieso scorend vermogen, creativiteit en... Met goals en assists probeer ik belangrijk te zijn voor deze ploeg. Ja, er komen zeker belangrijke maanden aan. Twee periodes waar nog van alles mogelijk is. Wat verwacht je ervan? Ik heb de keukenkampioen-divisie minder gevolgd afgelopen half jaar. Maar ik weet wat voor club ADO is en wat ze kunnen. Het heeft misschien wat minder gedraaid de afgelopen maanden. Maar ik hoop dat we de lijn snel naar boven in kunnen zetten en dat we er mee kunnen doen. Nou, daar kunnen we wel een speler bij gebruiken, aanvallende impuls. Wanneer sluit je aan bij de groep? Weet je dat al? Morgen spelen ze een wedstrijd en de dag erna zal ik beginnen met trainen. Dus daarna ook zo snel mogelijk erbij te zitten.